We zijn bij het ONK Kunstrijden in Amsterdam, waar de korte kuur werd gewonnen door Nicky Worries. Maar de lange kuur is echter nog alles mogelijk, ook al is er een ruim puntenverschil van 7 punten. Eva Lim gaat als tweede de lange kuur in. Nicky Worries laat punten liggen en dus wordt het ontzettend spannend, want wie gaat er met de titel vandoor? Is het Eva Lim of is het Nicky Worries? En het blijkt uiteindelijk Eva Lim te zijn die er met de Nederlandse titel vandoor gaat. Een bizarre ontknoping bij het kunstrijden en dat vindt Eva Lim natuurlijk zelf ook. Eva Lim, wat een ontknoping. Ja, zeg dat wel. Dat was het laatste wat ik had verwacht. Ja, want ik stond daarnaast je en zei nee, dat kan niet. 7 punten na de korte kuur, dat wil er niet meer. Nee, klopt. 7 punten. Ik dacht, dat kan eigenlijk echt niet meer. Ik denk, ik ga schaatsen en ik ga zo goed mogelijk mijn best doen. Probeer mijn plek te behouden. Maar eerst had ik echt niet gedacht. Heeft dat jou misschien geholpen, dat die druk eraf was? Ja, misschien wel, ik weet het niet. Maar ja, het ligt natuurlijk ook niet aan mij, het ligt ook aan anderen, hoe de anderen het doen. Maar ik heb echt gewoon mijn best gedaan. En ja, echt onverwacht. Ik was echt, ik ben nog steeds overdonderd. Maakt dat het extra mooi? Ja, zeker. Echt wel, ja. Juist als je het niet verwacht en opeens boom, dan is het echt zo van... Ja, want hoe kijk je terug op dit NK? Nou, nu vooral heel blij. Maar ik heb er vooral van genoten. Dat zeker. Ja, want je bent even geblesseerd geweest. Klopt dat? Of je bent er even niet bij geweest vorig jaar? Ja, vorig jaar was ik geblesseerd. Toen was ik er niet bij. Dus dit was weer even zo erin komen. Maar ik ben erg blij. Dus ik wilde gewoon genieten. Laten zien wat ik kan. En nou ja, dat is toch gelukt dan. Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! MSB Power! Bij de senioren heren is het junior Thomas Kennis die hier met de titel vandoor gaat. Toch is hij zichtbaar niet tevreden. Het eerste doel is bereikt van dit seizoen, Nederlands kampioen. Klopt. Daar is ook alles mee gezegd, of niet? Zeker, zeker. Ja, helemaal niet tevreden. Nee, want wat ging er fout? Bij de opwarming ging ik door mijn enkel heen. En dat deed even heel veel pijn gewoon. En toen ben ik ingetaped en toen ging ik me concentreren voor mijn kuur, maar dat lukte totaal niet. Toen heb ik mijn kuur gereden en er is niet heel veel van terecht gekomen. Ik wou gewoon rijden, hoe dan ook al maakt niet uit hoeveel pijn ik zou hebben. Ik wou het gewoon doen. Nou ja, zoals ik al zei, ik had me iets anders voorgesteld dat het vandaag is gegaan. En ik heb gewoon al mijn sprongelementen heb ik eigenlijk verpest, op 2 na. En Maar de teleurstelling die is duidelijk te zien. Ja, ik ben wel Nederlands kampioen, maar hoe je Nederlands kampioen wordt hangt er ook wel vanaf. Ik word nou met de echte rotkuur Nederlands kampioen. Ja. Dat is geen voldaan gevoel. Nee, zeker niet. Nee. En was dit voor jou ook een belangrijke generale? Want het volgende doel komt er straks aan. Eerst de Challenge Cup, maar dan het WK junioren. Ja, hoe kijk je daar nu naar? Nou, gewoon net als anders. Nou, dit is een wedstrijd. Elke wedstrijd is anders. En volgende wedstrijd ben ik gewoon weer scherp. Zonder blessure hopelijk. En dan denk ik hier niet meer aan terug. Dit is een NK natuurlijk belangrijk, maar het gaat om het rest van het seizoen. En dus dat komt echt wel goed.